deboodschap.today. Overhandiging, resultaat, pilotstudie, neonatale gehoorscreening. De werkgroep neonatale gehoorscreening, bestaande uit Joan Asgarali-Heilaert en Simona Breuning-Arias, audioloog, ondersteund door Ariana De Bay, president Quota International of Suriname en Sunita Nananpandey, medisch directeur / consultatiebureau arts Slans Hospitaal, hebben het rapport van de pilotstudie neonatale gehoorscreening overhandigd aan de onderdirecteur van Volksgezondheid, Robert Mohamed. De overhandiging vond plaats op woensdag 15 mei 2019 op het ministerie van Volksgezondheid. Het project is uitgevoerd met baby's die geboren zijn in het Slans Hospitaal. Gekozen is voor Slans Hospitaal omdat er daar jaarlijks ongeveer 2500 tot 3000 kinderen worden geboren. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.